We gaan naar een presentatie van Mark Mobach, lector Facility Management aan de Hanse Hogeschool in Groningen. Eens even kijken, want die is ook via een online verbinding aanwezig. Eens even kijken of we hem al kunnen zien. Ja, volgens mij is hij daar. Kijk, met headset en al. Want ja, als ik even kijk, het gaat over een multidisciplinaire aanpak. En ja, dan moet je ook kijken hoe je echt een blijvende impact op die samenleving kan krijgen. En nou ja, dat is eigenlijk waar Mark het volledig voor doet. En nou, ons ook iets meer over gaan vertellen. Je won de eerste Delta-premie. Wat is dat precies, Mark? Dat is een nieuwe prijs die binnen de hogescholen wordt uitgereikt aan lectoren die vernieuwend en impactvol onderzoek hebben gedaan. En dus een invloed hebben gehad op de ontwikkeling in de samenleving. En met dat onderzoek, met studenten, met docentenonderzoekers, maar ook met praktijkpartners, samen proberen die wereld om ons heen beter te maken. Ja, want daar ga je iets meer over vertellen van hoe je nou uiteindelijk van al die kennis en ervaring waar we deze hele ochtend al over praten, ook werkelijk ja, als mens een omgeving krijgt die een positieve invloed op je heeft. En dat vraagt natuurlijk samenwerking tussen allerlei verschillende organisaties. Dat mooie termen als multidisciplinair crossover. Jij gaat volgens mij in de komende minuten daar ons iets meer over uitleggen. Ja, dat ga ik in ieder geval proberen. Dus als het goed is, komt nu een presentatie. Helemaal goed. Dankjewel. Ik weet niet of die even fullscreen gezet zou kunnen worden. Zal ik dat zelf even doen? Even kijken of dat gedaan kan worden. Ik zag net bij Jan Rotmans, had hem ook in dit scherm. Dus ik weet niet. En anders begin je gewoon alvast en dan kijken we ondertussen of die fullscreen kan. Ja, precies. Laten we dat gewoon doen en dan kan de techniek er even naar kijken. Precies. Nou, wat mij betoog wordt, we hebben nu natuurlijk een aantal discussies gehoord over hoe dat proces hè, van het komen tot een gebouwde omgeving, hoe dat in elkaar zit en hoe je dat zou kunnen verbeteren. En eigenlijk als je een analogie zou maken naar een bedrijf als Apple, dan betekent dat we nu heel erg duiken in van hoe kom je nou eigenlijk tot een nieuwe iPhone. Waar ik naar kijk is juist de uitkomst van dat proces en wat dat doet met die gebruiker. Dus wat ik daarbij centraal stel is dat het om beleving gaat. En daarbij gaat het niet alleen over het aanbod wat we creëren, dus de gebouwde omgeving, maar ook wat dat doet met het functioneren van mensen in organisaties. Laten we even kijken of de bediening het doet. Dan vraag ik even om de volgende slide. Ja, heel graag. Dit is een ontwikkeling die al ruim 20 jaar geleden is ingezet. Mijn betoog zou zijn dat die op dit moment nog niet manifest is in de bouwwereld, wat ik heel jammer vind. Welcome to the Experience Economy gaat over dat de beleving van mensen in de samenleving centraler komt te staan dan ooit. Hè. Nadat je een landbouw hebt gehad, nadat je een industrie hebt gehad en ontwikkeling van de dienstensector. Zeggen Pine en Gilmore in 1998, het gaat om de beleving van die eindgebruiker. En die eindgebruiker, die zal ook bepalen of dat nou digitaal is of een reële wereld, wat hij daarvan vindt. Volgende slide. Interessant is dan dat als je kijkt naar de bouwsector, trouwens ook naar andere sectoren hoor, zie je in de contractuele vorm daar nog niks van terug. Dus het gaat vaak over het aanbesteden van werk. Dus het gaat over de uitvoering, of het nou over de fundamenten gaat van een gebouw, of dat het over de raamkozijnen gaat. Het gaat over detaillering en de manier waarop dat werk is ingericht. Nou, en ik verwacht dat dat de komende jaren gaat veranderen. Een van de dingen die je ziet op dit moment in de samenleving is een heel eenvoudig beeld. Dat is dat als je ergens geweest bent, dat je aan kunt geven in drie categorieën wat je daarvan vond. En de verwachting die ik zelf heb, is dat dit soort mechanismen sturender zullen zijn bij de manier waarop die gebouwde omgeving gemaakt wordt. Eigenlijk interesseert het die gebruiker of de opdrachtgever niet zozeer hoe al die technische details in elkaar zitten. Dat is aan de sector, maar wat die persoon of dat instituut wel interesseert, is dat er allemaal groene smileys uitkomen. Dus dat mensen zich fijn voelen, dat ze zich ondersteund voelen door die omgeving. En dat zie je ook terug. Hè. Je ziet bijvoorbeeld, dit is een warenhuis in Duitsland, dat die beleving zo centraal staat. Dit is een sportafdeling van een warenhuis waar met name kleding wordt verkocht. En dan zie je dat daar interessante allianties worden aangegaan. Dus bij die sportafdeling
hebben ze een prachtig zwembad gemaakt waar je kunt surfen. En ze zijn de alliantie aangegaan met een vereniging of een businessmodel waarin je daar kunt leren surfen. En je kunt het hier zien, het is daar eigenlijk altijd stampvol. Mensen vinden het leuk om daarnaar te kijken, er zijn uitjes, et cetera. En daarin zie je dus dat het klassieke concept van wat een kledingwinkel is eigenlijk op zijn kop wordt gezet. Maar dat het wel past. Hè? Dus het is wel in de beleving van degene die daar in die winkel komt prima geschikt om dit beeld neer te zetten. Volgende slide, alsjeblieft. Ja, dat die gebruiker niet altijd centraal staat, dat zien we bijvoorbeeld in de kantorendiscussie. Hè. We hebben natuurlijk ook voor corona heel veel discussie gehad over, goh, moet dat nou met activiteiten gebaseerd werken? En wat wij in ons onderzoek vaststellen is dat als je die gebruiker eens vraagt, dat je ziet dat sommige mensen er heel blij mee zijn, maar sommige mensen ook niet. En het interessante is natuurlijk dat we daar eigenlijk geen rekening mee houden. Dus als je kijkt naar organisaties en de manier waarop ontwerpers daarmee bezig zijn, dan is er een deel van de mensen wat een grotere behoefte heeft aan privacy. Mensen die ouder zijn, die vinden dit eigenlijk niet een fijne manier van werken. En dan kun je zeggen, ja, je moet je aanpassen. Maar je kunt ook zeggen, hé, misschien moeten we dat toch in dat ontwerp meenemen. Maar er zijn ook mensen die er heel positief over zijn. En voor wie dat werkt, hè, dus die behoefte hebben aan relaties, interacties, maar dus ook jongere mensen, voor wie dat wel werkt. En met die mix, hè, want dat wil je hebben, dat hebben we net ook gehoord, is het belangrijk om dit te incorporeren in het ontwerpproces. Volgende slide, alsjeblieft. Daar gaat nu iets mis, merk ik. Deze is dat. Dat komt in alle hoeken van de samenleving tot uitdrukking. Dit is een afdeling chemotherapie op een ziekenhuis waar wij onderzoek hebben gedaan. En daar zie je dat er heel eenvoudig, hè, psychologisch hebben mensen behoefte, sommige mensen in een hele heftige levensfase, waar ze dan doorheen moeten, wel contact of geen contact. Hè? Dus introverte, extroverte mensen. Nou, dan kun je zeggen, goh, in de architectuur, in de indeling wordt daar geen rekening mee gehouden, maar de mensen worden niet eens gevraagd. Want het interessante aan deze afdeling is dat er nog wel twee plekken zijn waar je alleen kunt liggen. Maar we hebben vastgesteld dat sommige mensen dus in die ene ruimte liggen en de andere in deze ruimte. En dat dat prima in een planningssysteem andersom had kunnen zijn. Dus architectuur is niet alleen de enige oplossing, wil ik maar zeggen. Er zit ook een verantwoordelijkheid bij organisaties. Dan de volgende slide. Dus als je kijkt naar dat bouwproces, is dat waar we het vanochtend over gehad hebben, die eerste drie stadia, dat is maar een klein deel. En in de exploitatiefase, een belangrijk deel van het vak waar ik mee bezig ben, facility management, is in die exploitatiefase doen we heel veel ervaring op van hoe werkt het nou voor mensen? Vinden ze het nou fijn om daar te werken? En dat is ook wicked, hè? Het betekent ook dat het niet altijd oplosbaar is. Bij de corona betekent dat we weer nieuwe vormen moeten gaan vinden en over 5 jaar ziet het er ongetwijfeld weer anders uit. Maar mijn pleidooi is dus, breng toch alsjeblieft die ervaringen van die gebruikers in die exploitatiefase, ook in dat ontwerpproces. Volgende slide. Dat doen wij in hogescholen en universiteiten door T-shaped professionals te ontwikkelen. Dat betekent dus dat je bijvoorbeeld een student facility management of architectuur of vastgoed ontwikkelt met een gevoel voor de belendende percelen. Dus dat betekent ook dat studenten toegepaste psychologie of human technology daar aangeplakt moeten worden om daarin holistischer te kunnen denken. Volgende slide. En dat komt terug, hè, in de discussie van vandaag. Je zou kunnen zeggen dat alles wat die klant ervaart, dat is alles wat links zit in dit streepje. Hè, dus je hebt een bepaalde beleving daarin. Maar in die expertwereld, ja, is toch een hele andere wereld. Wij weten precies, zeg maar, hoe dat bouwproces in elkaar zit. Ook de ingewikkeldheden daar. Alleen wij moeten meer die verbinding gaan zoeken. En ik denk dat BIM daar een hele belangrijke rol in kan vervullen. Dat is de laatste slide, denk ik. Dit is een vraag die heb ik mezelf 12 jaar geleden gesteld. Hè. Kunnen virtuele werelden nou echte, betere werelden creëren? En ik zal straks in de workshop daar proberen antwoord op te geven. Dat was het. Kijk, dag Mark, dankjewel. Dank. Ja. Nou, inderdaad, mooi voor die mensen die inderdaad hier nog meer over willen weten, kunnen straks in de workshop. Ik was wel benieuwd, Mark, want dit gaat ook als je dus meer gaat nadenken vanuit de eindgebruiker, ook over het voorkomen van fouten. Want dat gaat ook over zorgen dat je iets maakt waarvan je ook weet dat het werkt. En ik kreeg een vraag van Fred Kloet binnen, via de chat. Kan jij nou iets zeggen over de faalkosten die je nu probeert kan voorkomen door op deze manier goed na te denken?
Faalkosten is een ingewikkeld begrip, omdat het ook gaat niet alleen over ontwerpfouten, denkfouten die je vooraf doet, maar ook op uitvoeringsfouten. Dus het plan is goed bedacht, maar de uitvoering is. Maar het gaat wel om substantiële bedragen. Er zijn in het verleden wel eens bedragen van 5% van bouwbudgetten genoemd. Nou, dat is toch substantieel als je het op landelijk niveau hebt. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke is. Ik denk ook dat een deel van het antwoord, ik gaf het al aan, niet helemaal oplosbaar zou zijn. Dus je zult moeten herstructureren, herontwerpen. En je zult dus ook flexibiliteit in de gebouwde omgeving in moeten brengen. Omdat die organisatie soms andere behoeften heeft in de tijd. Ja. Dat vraagt ook om leiderschap om dit soort keuzes te maken. Om te zorgen dat je durft flexibel te zijn. Een deel van het gesprek van vanochtend ging ook over dat andere leiderschap. Welk leiderschap past nou bij het verhaal wat je net gehouden? Ik denk dat vanuit mijn optiek toch wel een beetje meervoud van lef is leven. Dus je hebt echt lef nodig om te zeggen, nou, wij willen het anders doen. Dus ik noem maar wat, een CEO die zegt, ja, dat is hartstikke mooi dat je op deze manier wilt aanbesteden, maar ik wil het echt anders doen. Dus ik wil gewoon dat de mensen die hier wonen of werken of wat dan ook, dat die hier altijd een acht voor geven. En de bouwsector gaat die alliantie aan. En daar hebben we ook dat leiderschap nodig, dus lef daarbij, maar ook de openheid om ervan te leren. Dus ik zou ook zeker willen aanbevelen om de allianties aan te gaan met onderzoekers die dan ook kijken wat het leereffect is. Want dat is de kern, denk ik. We moeten veel meer leren dan wat we nu doen. En dat doen we natuurlijk op onderdelen, maar ik zou zeggen, daar moeten we in verschuiven. We moeten veel meer naar die gebruikers. Betekent misschien ook, wat Jan Rotmans eerder zei, dat ook het inkoopproces anders zou moeten misschien. Dat dus niet meer voor de laagste prijs, maar dat je echt gaat kijken naar de kwaliteit en misschien zelfs het leerproces meeneemt in je inkoop, in je aanbesteding? Ja, helemaal mee eens. En ik denk dat dat, dus dan heb je het over een integrale manier van denken over dat ontwerpbouwproces en het aanbestedingsproces. En ik hoop ook dat we veel meer toegroeien naar aanbesteden op beleving. En misschien zelfs op de fysiologie. Hè? Want het kan ook zijn dat we zeggen, we kunnen bewijzen dat deze ruimte gewoon beter werkt voor mensen. Ze hebben een andere hartslag, ze hebben een andere bloeddruk. En daar doen wij wel de eerste experimenten nu naar in de zorgomgeving. En dat lijkt heel positief. Ja. Kan het binnenloket daar nog bij helpen? Ja, ik denk dat een alliantie tussen, ik zie het BIM-loket toch ook als een soort prachtige leerontmoeting tussen kennisinstellingen, de bedrijfspraktijk en nieuwe generaties die daaruit voorkomen. En ik denk dat het BIM-loket daar, nou ja, bijvoorbeeld door dit soort congressen, maar wellicht ook door masterclasses, veranderingen in teweeg komt. En daar het open debat over aan te gaan. Met mensen die natuurlijk heerlijk, zeg ik dan ook maar even heerlijk, aan de zijlijn dingen roepen. Ik ben niet in de bedrijfspraktijk, ik zit wel voortdurend aan tafel en denk daarin mee. Maar we moeten wel elkaar verstaan om het beter te maken. En dat kunnen we. Hè? Dus we begrijpen het spel wat we met elkaar spelen. Maar we zouden misschien even daarin wat nieuwe regels, nieuwe spelregels moeten afspreken om daar een beter resultaat op te creëren. Dankjewel, Mark Mobach. Heel veel dank en veel succes zo meteen met je andere sessie. Dankjewel, graag gedaan. Dankjewel, dank. Dames en heren, we gaan zo meteen even een korte pauze houden, zo'n 15 minuutjes. En in die 15 minuten, dat is, het is pauze, maar het is ook zoals er bij live congressen ook normaal gesproken is, een moment voor te netwerken. We gaan naar de netwerkcarousel. Daar kan je ook online met je mededeelnemers in gesprek. En Jacqueline, ga jij nog in de carousel? Oh, dat vind ik een spannende met de organisatie hier, maar lijkt me leuk en ik ben ook heel benieuwd inderdaad wat er allemaal op de chat gebeurt. Ja, wat valt je op aan de gesprekken tot nu toe? Ik vind er eigenlijk heel erg één lijn in zitten. Het is toch heel erg de lijn van veel meer vanuit gebruik denken, die integrale blik. Ook het verhaal van Mark zojuist spreekt mij wat dat betreft enorm aan. En die nieuwe vorm van leiderschap, dat anders doen. Maar hoe doen we dat dan in de praktijk? Ja. Die zoektocht... Ja, dus ik vind hem heel herkenbaar en ik merk ook dat dat nog vervolggesprekken vergt. Ja, nou gelukkig, we hebben zo nog een paar vervolggesprekken, dus dat komt helemaal goed. En tijdens de pauze kunnen mensen ook nog naar de pitches kijken, volgens mij, voor uiteindelijk de award. Absoluut, ja. Ja. Dus, en om mensen daar een beetje aan te helpen herinneren, laten we zo nog één keer even het filmpje zien. Voor zometeen, als u weer terugkomt, gaan we onder andere praten met Lex Ranzijn, voorzitter beheer en expertcommissie. We gaan nog praten met Chris Kuipers van Binnenlandse Zaken. We gaan nog met een vertegenwoordiger van Katerra praten. Alle reden om over een kwartiertje hier weer terug te komen. En dan kijken we nu nog één keertje naar het teaserfilmpje voor de award.
Thank you.